Hallo iedereen, ik ben hier voor een filmpje van kliksgeweren, nerfgeweren en laserstrikegeweren. Waar beginnen we mee? De nerfgeweren. Hier is het kleinste geweerke dat ooit gemaakt is, bij de nerf. Deze kan 20 meter ver schieten en het doet het echt wel goed. Hier is de herlaadknop, je draagt daar zo hard je kunt aan en als het klikt is het goed. En moet je gewoon schieten. Het volgende geweer is niet zo ene, maar kan ook geen 20 meter ver schieten, dus is niet zo krachtig. Maar het zijn toch fijne geweren om mee te schieten. Hoe herlaad je? Zo eraan trekken, maar pas op als je hier laser of zo op staan, dat die dan niet afvalt, want het is irritant als je dan in een gevecht zit. En zo schiet je dan. Dus, het volgende geweer is groter, kun je op drie manieren combineren. Normaal is het zo, maar ik heb er een achterstuk bij gekregen en ook het voorste stuk. Zo. Je ziet, ik heb een koord aangemaakt dat ik je zo om mijn nek kan halen, maar ik ga het nu niet doen, ik zit. En hoe herlaad je dit ding? Hier zo aan trekken. Zo, en dan terug schuiven. Hij is nu al geladen, dus ik kan niet direct schieten. Zo. Even kijken of er iets mis is. Het zit vast, dan doe je dit. Klopt hier even op, ziet je? Pijltje is niet te goed doorgeduwd. Zo. Komt die stelletjes naar boven, en als die goed zit, kun je die terugduwen. Erin. Nu zit het dicht. En zo is die herladen. En als die goed is, zou die moeten schieten. Voilà. Volgende geweer kun je ook combineren. Dat is dan deze. Is groot op zijn eigen. En is voor laser. Is voor stroom. Zoals je kunt zien. Hiermee haalt je je kogelrijder eruit. En hiermee houd je in. Gaat die stroom. Gaat die beginnen draaien van voor. En dan kun je die met de trekker natuurlijk schieten. Dus, je kunt er ook weer het zo opzetten. En dan kun je het er ook nog zo opzetten, voor een heel groot geweer te hebben. Ik kan nu niet schieten, omdat ik geen batterij bij mij heb. Maar het is zo is het geweer. Nu gaan we, dit waren de nerfgeweren. Nu gaan we over naar de laserstrikes. Lasershooter. Zo. Dit is de eerste. Zo, je hebt hier een speciaal vizier op, zoals je kunt zien. Zo, kun je heel speciaal kijken, hier zo van boven. En als je die aanzet, hoort je ook direct en ziet je ook overal lichten. Dus, je hebt hier verschillende dingen. Je kunt hier schild. Shield activated. Heb je 10 seconden schild, kunnen ze niet op je schieten. En dan heb je hier ook nog het geluid. Je kunt kiezen naar welk team je zet. Ik zal hem kort erbij houden, dan ziet je het goed. Dit is Shield offline. Hoort je het? Hier is het schild. Nee. Hier is het schild. Shield unavailable. Dat is? Shield unavailable. Dat. Nu wil het zeggen dat het nog niet actief is. Het schild moet 1 minuut laden en dan kun je het terug. Dit is het geluid, hoe hard het staat. Hiermee kun je kiezen naar welk team. En hiermee kun je geluid kiezen hoe je schiet. Nu schiet ik met dit. Maar je kunt ook met dit schieten. Self-strike. En dan heb je dit. Dan dit. Dit duurt redelijk lang. Dit is een powershot. En dit is de sterkste powershot. Als je dit hebt geschoten, duurt het even eerst terug te schieten. En als nu alle kogels op zijn, duurt het langer je terug kunt schieten. Nu? Laser strike. Dit is de eerste. En nu heb je er ook nog een ander geweer van. Bekijk dit nog eens goed. En dit is het tweede geweer. Ook weer een speciaal vizier. Zo. En als je daar aanzet, het geweer zo licht hier. Dus je schiet het je van voren ook zo. En je hebt hier weer hetzelfde knopjes erop en al. Alleen is het handvat iets anders. Kijk, je hebt dit handvat en je hebt dit handvat. Het is een heel verschil van wapen. Het is
zijn ook twee verschillende teams waar zitten. Dus, en je schiet op zo'n doelwitje. Klein doelwitje moet iemand verstoppen en dan moet je dat gaan zoeken en moet je op gaan schieten. Maar je kunt ook op elkaar schieten, normaal. Dit, ik denk niet dat het bij deze werkt, maar in het boekje staat dat het gaat. Je moet het maar eens kijken. Dus, dit waren de lasershootersgeweren. Nu komen de kliksgeweren. Dit is het eerste kliksgeweer. Een Famous. Hij lijkt er natuurlijk niet op, maar ik heb wel gekozen voor de dubbele band gelijk bij de Famous. Het is heel dik. Dit is een handvat, dit is een handvat en dit is het magazijn. Hier, ik ben voor een lasersight vizier gegaan. Zoals je kunt zien. En ik heb hier van voren een punt erop gezet, zodat het niet lijkt als je met z'n alle twee kunt schieten, maar alleen met die. Nu, het volgende wapen is een Assassin's Creed handschoen. Echt stekels op. Je kunt die hand er zo insteken. En dan steken. En als je kleiner wilt maken, kun je altijd zo doen. Gewoon even zo knijpen. Kun je dat er zo uitpakken. Je kunt kiezen of je dit aanhoudt of niet. Je doet dat gewoon zo. Je kunt dat wegdoen of niet. Zo. Dan heb je kleine handschoen. Het erop zetten is natuurlijk moeilijker en duurt langer. Zo. Heel voorzichtig zijn, want als het overplooit en het breekt, is het gedaan. Hè. Je kunt helemaal opnieuw beginnen, want dan ligt het helemaal in de knoop. Soms. Meestal wel. Maar ik kan niks beloven. Nu, het volgende wapen en het laatste wapen is dit. Dit wapen is heel speciaal. Kijk, ik heb het vizier van de fles er nu afgehaald. Maar normaal zit hij erop. Ik ga het terug erop zetten nu. Kijk. Dit is het wapen van mijn broer. Het vorige rode wapen is van mij. Dit is van mijn broer. Hij heeft het zo gedaan. En hij gebruikt dit als vizier. Dus zo kijkt hij daardoor. Hij heeft hier twee kogelrijen aan hangen. En hij is voor een soort M16 gegaan. Zoals je kunt zien. Het magazijn zit vreemd genoeg van voor en dit zijn de twee handvaten. Hier heb je een oog lasersight en voor de humor werkelijk een oog. En dit is een heel fijn wapen, is heel gemakkelijk, groot en kunt er goed mee richten. Nu nog waar we onze wapens op verstoppen, is deze grote mat. Hier verstoppen we onze wapens in. Mijn broer heeft die ook gemaakt. Dus je legt je wapen erop en je rolt dat gewoon in en niemand weet waar je wapen is. Je kunt dat zo houden te verstoppen. En dan, zo gelijk in de film, plooien ze dat open, leg je daar zo'n messen en geweren en zo hangen daar dan op. Snap je? Bekijk dit nog maar eens goed. Het zijn alle wapens nog eens. En de mat. Hier zijn onze lasershoot wapens. Dan het kleinste nerfgeweerke weer. Deze twee wapens. Dit lekker schatje van mijn wapen. Zo. En dan ook nog het laatste wapen natuurlijk. Ja. Even nemen. Ons laatste wapen. Hopelijk heeft u genoten van dit filmpje over onze nerfwapens. Als je het fijn vindt, like alsjeblieft, schrijf commentaar, zeg wat ik nog met kliks moet maken en ik doe het voor jou. Tot ziens!